Uitwerking in taal en syntigrafie. We horen bij het examen VWO 2016, tijdvak 2. Taal en syntigrafie. Lees eens even door en kijk even wat er wordt gevraagd en wat zijn de gegevens. Okay. Nou, gegeven is dat de taal in 201 wordt gebruikt en dat ontstaat door taal in 203 te beschieten met een proton. Dan ontstaat er lood 201. En uit een radioactief verval ontstaat tenslotte TRIUM 201. En gevraagd bij de kernreacties. Nou, eerst eventjes natuurlijk de isotopentabel even erbij. En als ik dat dan eventjes opzoek, he, thallium 203, die staat er keurig in. En dan staat er lood 201. Maar als je dat opzoekt, dan zullen jullie merken dat alleen lood 204 en nog verder is. Maar lager dan 204 staat niet in BINAS. Maar dat geeft niks, want in BINAS staan lang niet alle isotopen. Dus als je een isotoop krijgt die niet in BINAS staat, hoef je niet te wanhopen. BINAS is maar beperkt. Goed, de vergelijking. Nou, allereerst pak je wat je voorhanden hebt en je begint met die thallium 203. Ja, de massagetal bovenaan en het atoomnummer onderaan. Wat heb je nog meer in het begin? Nou, het proton, hè, die heb je voor dat je begint, beschiet je met een proton. Dus deze twee dingen heb je in het begin. En dan staat er die lood 201. Nou, dan zie je dat hierboven 203 en 1, in totaal 204, ik heb hier 201, dus ik mis nog 3. En hieronder 81 plus 1. En ik heb hier 82. Dus het klopt al. Oftewel, wat eruit moet komen, moet onderaan in ieder geval 0 hebben, betekent dus dat een deeltje is wat niet geladen is. En er is maar één deeltje wat niet geladen is, althans, hè, wat wij gebruiken. En dat is neutron. En dus zijn er 3 neutronen die ontstaan, want daarboven moest het klopt worden gemaakt door er 3 bij op te tellen. Dan de vervalvergelijking van lood 201. Je gegeven is dat er dan ontstaat thallium 201. En ook weer hier. Hè, je ziet daarboven 201 en 201. Dat klopt al. Dus boven zal er een 0 komen te staan. En onder 82 en 81. Daar zal dus eentje af moeten. Kortom. 0. Linksboven. Linksonder. 1. En dan krijg je dus dat er een positron ontstaat. Een positief elektron. Het antideeltje van het elektron. De punten, 4 punten, toch wel mooi verdiend, lijkt mij. Oké, lees eventjes door. Ja, een heel verhaal. En gevraagd wordt, waarom, als ze gamma-straling willen hebben, ja, waarom willen ze dan niet gebruik maken van andere stoffen die weliswaar ook alfa- en beta-straling geven? Wel. Alfa- en beta-straling verschillen ermee omdat ze een kleiner doordringend vermogen heeft. Alfa-straling heeft al een doordringend vermogen van eigenlijk niets. Een paar centimeter lucht en dan stopt je al. En beta, ja, die kan ook niet door de huid heen, om zo maar te zeggen. Kortom, ze kunnen niet waarnemer zijn buiten lichaam. En ja, dat is met thallium-scintigrafie toch wel makkelijk. En alfa- en beta-straling, die hebben een groter ioniserend vermogen dan de gamma en betekent dus dat ze ook meer schade kunnen aanrichten in het lichaam zelf. Kortom, de punten. Ja, hier staat het. 2 punten verdiend. Oké, weer eventjes lezen. Ja, het is een typische vraag voor een reactiviteitsopgave. Ja, de gegevens hieruit halen. Is de activiteit 56 megabecquerel en de halveringstijd is 3,04 dagen en de massa wordt gevraagd. Kortom, even op rijtje, activiteit, halveringstijd en gevraagde massa. Nou, de massa van thallium, ja, van één atoom weet je wel, maar die is 201. Ja, het massagetal en de eenheid is U. En wat is U? Binas natuurlijk. Binas tabel 7b. En daar staat dus, hier staat hè, de U
1 u is zoveel kilogram. Dus 201 u is 201 keer dat getal. En dan krijg je dus zoveel kilogram is 1 atoom. En dus, als ik nu weet hoeveel atomen heb ik in totaal, dan weet ik ook hoeveel kilogram ik totaal heb. Nou, dan gebruik ik, want ik weet de activiteit. Dus gebruik ik deze formule. Activiteit is het aantal atomen maal ln2, het logaritme van 2, de natuurlijke logaritme, staat gewoon op je rekenmachine, gedeeld door halveringstijd. Invullen. En is, daar staat die, oftewel, de totale massa is het een keer het ander. En daar heb je de massa in kilogram. We gaan verder. Oh ja, we kijken eerst eventjes hoe je de punten kon verdienen. Niet verkeerd natuurlijk bij een examen. Oké, lees weer eventjes wat hier allemaal staat. Nou, wat doen ze er allemaal mee? Nou, twee foto's. En vooral die rechter is van belang. Ja, en ja, duidelijk is hier ja, dat je hebt een vernauwing. Die is tijdelijk. En als je vernauwing permanent is, dan wordt het een infarct genoemd. Nou, welke diagnose is correct? Allereerst, die lichtere kleur betekent een hogere concentratie van die gamma-straling. Hogere concentratie van de gamma-straling betekent dus dat daar een goede doorbloeding is. Nou, als je dan dus daar rechtsboven bekijkt, dan zie je dus dat daar een deel is wat niet goed doorbloed is. Oftewel, het is duidelijk dat daar geen bloed is. Oftewel, er is duidelijk wel sprake van een vernauwing. Dus er kan nog 2 of 4 zijn. 1 en 3 vallen al af, want daar zeggen ze van, nou nee, er is geen vernauwing. Het andere plaatje zegt van, hey, als je niks doet, ja, rustig aan doen, dan is er geen vernauwing meer. Oftewel, vernauwing is niet permanent. Kortom, alleen 2 is goed. En de punten zijn weer verdiend. Kijk maar, 3 punten zelfs. Zo, nou, weer eventjes wat leeswerk. Nou, dus weer 1 op pauze drukken. En als je daar nog verder gaat, dan zie je dus dat gevraagd wordt. Nou, hierbij toon met een berekening aan dat de absorptie tussen A en B verwaarloosbaar is. Hij gaat van H naar B. En van A naar B, die hoef je eigenlijk niet mee te tellen, zeggen ze. Nou, gegevens. Ze hebben een energie van 0,1 mega-elektrovolt. En het gaat over de absorptie. Dus de gegevens op een rijtje. Energie en de absorptie was gevraagd. Energie is gegeven en dat heb ik nodig voor mijn binas, waar de halveringsdikte staan. Want de halveringsdikte is afhankelijk van de energie van het gamma-foton. En je ziet, energie is 0,1. Dan is de halveringsdikte van lucht, dan staat die 3,7 keer 10 tot de macht 3. En die staat in centimeters. Even berekenen. Intensiteit is dus de beginintensiteit keer een half tot de macht. En dan hoe dik die is. Ik ga eventjes delen door in 0, zodat ik dus kijk hoeveel procent hij straks afneemt. Invullen en dan kom ik op 0,991. Dat is dus de verhouding tussen intensiteit wat het wordt gedeeld door intensiteit wat het was. Oftewel, het is bijna 1, kortom, er wordt slechts ontzettend weinig geabsorbeerd. En dat is inderdaad te verwaarlozen wat werd gevraagd. En gevraagd wordt, met hoeveel wordt hij nou af? Hoeveel neemt hij nu af? Nou, heb je net gekeken van, ja, het is eigenlijk verwaarloosbaar, maar die verwaarloosbaar ging over absorptie. Maar je hebt natuurlijk ook dat de stralingsintensiteit afneemt, omdat er een grotere afstand wordt afgelegd. En dat heeft te maken met, precies, de kwadratenwet. Ja, als je 2 keer zo ver gaat, dan neemt de intensiteit met een factor 4 af, kwadratenwet. Oftewel, van A, als je van H naar A gaat, ja, dan heb je dus een afname van ja, 10 centimeter, dus 1 gedeeld 10 tot de macht 2. En ga je dan van H naar B, dan
dan heb je 60 centimeter. Betekent dus dat afname 1 gedeeld 60 in kwadraat is. Oftewel, van A naar B, nou, dan zie je dus, dan is de intensiteit van 1 gedeeld de intensiteit van ander waar je mee begon, is 36. Oftewel, de afname is 36. Nou, alle punten op een rijtje. Ja, dat is een mooie vraag. 5 punten. En dat was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot horens.